Ik heb gisteravond tijdens het diner zo'n leuke man ontmoet. Even kijken of hij op Facebook zit. Tegenwoordig kun je heel makkelijk informatie over iemand opzoeken. Maar in die tijd was je afhankelijk van verhalen en de krant. Mijn naam is Elisabeth van Aldenburg-Bentinck en ik woon hier op Kasteel Amerongen, waar mijn ouders sinds 1879 wonen en ik in 1892 geboren ben. Enkele dagen geleden is er een bont gezelschap aangekomen op het kasteel. En weet je wie het is? Het is de Duitse keizer met zijn gevolg, bedienden en enkele hoge officieren uit het leger. Keizer Willem II was in Spa in België. Maar nu de oorlog voorbij is, kan hij niet terug naar Duitsland. Ik denk dat hij bang is dat ze hem willen opsluiten. Omdat Nederland neutraal is gebleven, kan hij hier niet gepakt worden. Nu hebben we dus een vluchteling in huis. In 1914 hadden we hier het koetshuis ingericht als hospitaal voor de Belgen. Maar er is toen nooit een vluchteling geweest. Maar de keizer heeft het natuurlijk een stuk beter dan die arme Belgen. Ik hoop maar dat de keizer voor niet te veel onrust gaat zorgen. Het was net zo heerlijk rustig wonen hier op het kasteel. Maar helaas was het gedaan met de rust. Ook in die tijd waren er paparazzi die zich verstopten in hooiwagens om zo over de kasteelmuur een glimp van de keizer op te vangen. Trouwens, die man waar ik het over had, hij is de persoonlijke adjudant van de keizer. En knap dat hij eruit ziet in zijn uniform. Gelukkig voor Elisabeth bleef Wilhelm II anderhalf jaar op kasteel Amerongen. Zo had ze alle tijd om de adjudant van de keizer te leren kennen. Later verhuisde Wilhelm met zijn gevolg naar Huis Doorn, waar hij tot zijn dood in 1941 bleef.